Eindelijk. Ja, en dat hadden we ook een tijdje niet meer verwacht eigenlijk. Toen Kees de stoomboot zo'n 1,5 jaar geleden kocht, bleek de ketel die erin zit niet goed te werken. Om hem weer te laten varen, moest die vervangen worden. Maar de ketel die erin zat, wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. En dus moest er iets anders verzonnen worden. De oude ketel hebben we ontmanteld en eruit gehaald. Oud leidingwerk eruit. Toen hebben we een beetje zitten kijken, wat gaan we nou doen? En toen hebben we een klein locomotiefketeltje uit Engeland gehaald. En die hebben we er nou ingezet. Voor een originele ketel zou Kees zo'n 60.000 tot 100.000 euro nodig hebben. Dat geld kreeg hij niet bij elkaar. Daarom nu deze tijdelijke oplossing. Dit is een zogenaamde locomotiefstoomketel. Hij is nooit gebruikt in een locomotief, maar het is het ontwerp. Nou, dit is de vuurkist. Daar ligt een rooster in en daar stoken we dus voornamelijk hout. En die rookgassen gaan vervolgens de vlampijpen naar achteren toe naar de schoorsteen. Die dikke buis, en dan gaan ze naar de pijp toe. En dan komt er boven stoom uit? Dan wordt daar stoom afgenomen bij die afsluiters. Die gaat naar de machine toe. Daar kan ik dus de machine mee regelen, die afsluiter, welke kant die op gaat. En daarmee kunnen we dus varen. De stoomboot lag eerder in Dronten, maar nu ligt die tijdelijk in Nijkerk. Daar zit een bedrijf wat hem hielp met lassen. Eerder had Kees al de droom om met zijn stoomboot te assisteren bij een intocht van Sinterklaas. Komende zaterdag gaat dat gebeuren in Nijkerk. Ik ben met een stoomboot bezig en dan ligt eigenlijk heel voor de hand om ergens een intocht te gaan doen. En hier in Nijkerk werd dat enthousiast ontvangen, dat aanbod. De bedoeling is dat de boot daarna weer terug naar Dronten gaat. Daar moet hij nog verder opgeknapt worden.